Hey jongens, ik ben het weer Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag heb ik voor jullie weer wat de Call of the Ghost gameplay. En vandaag is een domination match op de map Siege. En het is een Camstrike gameplay, dus op zich best wel leuk. En voor iedereen die niet weet wat een Camstrike is, zal ik het eventjes uitleggen. De Camstrike is eigenlijk te vergelijken met een MOAB. En de MOAB zat in Modern Warfare 3, dus mocht je Black Ops 2 gespeeld hebben, dan kun je het een klein beetje vergelijken met de Nuclear. En het is dus, dit keer is de 25 gun streak. En als je dat haalt, dan ontploft er ook iets in de game waardoor je allemaal kills maakt. Dat was bij de Nuclear in Call of Duty Black Ops 2 niet het geval. Daarom zeg ik al, je kunt het maar best eigenlijk vergelijken met de MOAB. Want in principe is het gewoon hetzelfde. Dus het is allebei 25 gun streak, of een point streak moet ik eigenlijk zeggen. En het is allebei dat heel de map verandert dynamisch. Dus het is op zich wel leuk. Alleen uiteindelijk als ik die camstrike haal, is dat fucking irritant. Want het is super donker, nog donkerder dan in Modern Warfare 3. Dus ik zag echt helemaal niks meer. In ieder geval, ik speel in deze gameplay met de AK-12. En dit is eigenlijk een van de assault rifles waar ik zelf niet echt fan van ben. Hij is zeker niet slecht, want anders zou ik natuurlijk een gecamstrike mee. Maar ik vind hem zelf niet echt super. Ik had hem gezien bij Jaraski, dus ik dacht van nou, ik zal hem eens uitproberen. Ik had er een tijdje mee gespeeld. En zoals ik al zei, ik vond hem zelf niet echt fijn. Maar op het moment was dit de enige assault rifle waar ik een science op had zitten. En aangezien deze map een van de kleinere mappen is in Call of the Ghost, dacht ik van ik zal eens een keer met de science spelen. En het is op zich best wel grappig. Ik zeg, dit is een van de kleinere mappen. Of in ieder geval, de meeste actie is meestal rond B. En dat kun je ook zien in deze gameplay. Heb ik dat nog niet helemaal in de gaten. Want ik zit heel de tijd rond A. Want ik denk, A is van hun. Dan blijf ik rond A hangen. Dan kom ik niet echt heel veel enemies tegen. Dan ga ik uiteindelijk naar B toe. Daar is het meeste te doen. Dus als je echt veel enemies wil vinden, moet je naar B toe. Maar zoals ik al net al zei, dit is een van de kleinere mappen. En in deze gameplay kwam ik ook bijna niemand tegen. Dus als je echt mensen wil vinden in deze game mode. Of in ieder geval in deze game mode en in deze map. Want het ligt natuurlijk ook aan welke game mode je speelt. Dan zou ik je aanraden om gewoon rond B te hangen. Want daar kom je waarschijnlijk gewoon echt de meeste enemies tegen. En dat is vrij logisch eigenlijk. Bij Domination is het eigenlijk altijd rond B te doen. Maar ik denk, ik zal ze proberen te spawn trappen. Maar ze spannen helemaal niet bij mij in de buurt. Dus dat was wel een beetje irritant. Maar in ieder geval, in deze gameplay wil ik het met jullie hebben over mijn eerste indruk van Call of the Ghost. Heel veel mensen hebben er al video's over gemaakt. En ik vond het persoonlijk beter om eventjes te wachten tot ik de game echt veel gespeeld heb. Ik heb nou ongeveer 10 uurtjes gespeeld. Terwijl andere mensen al na 2 uur spelen al een mening op internet zetten. En ik vind zelf, als je net 2 uurtjes gespeeld hebt, kun je niet echt een onderbouwde mening geven. Dan kan het misschien net een paar keer goed gaan. Of je hebt net op dat moment slecht internet en dan gaat alles kut en noem maar op. Ik bedoel, je moet wel eventjes gewoon goed gespeeld hebben, langere tijd, om echt een mening te kunnen geven. Dus ik ga gewoon proberen mijn mening te geven. En een beetje de pluspunten en de minpunten op een rijtje zetten. Alleen ben ik wel van mening dat bij Call of the Ghost er meer minpunten zijn. Maar ik denk dat dat sowieso door de tijd heen wel aangepast wordt. Dus over het algemeen vind ik het gewoon een goede game. Maar daar kom ik zo meteen allemaal nog wel op. Ik zal bij het begin beginnen. Het eerste wat mij opviel toen ik dit spel speelde, was dat er enorm weinig health was. En health, dat betekent dus gewoon je levens. Je bent gewoon snel dood in het spel. En dat kennen we eigenlijk al uit Modern Warfare 3. In Modern Warfare 3 was je ook veel sneller dood dan in bijvoorbeeld Black Ops 2. En dat is eigenlijk altijd in games van Infinity Ward ben je altijd sneller dood dan in games van Treyarch. En daarom ben ik altijd iets meer fan van games van Treyarch. Maar daar kom ik zo meteen nog op. Maar wat het dus is, het lijkt net alsof je Modern Warfare 3 aan het spelen bent op hardcore mode. Dus je bent echt super snel dood. Je hebt gewoon totaal geen tijd om te reageren. Als je helemaal gehit bent, ben je gewoon fucked. En dat vind ik een nadeel. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik denk dat je de game, vrijwel niemand van jullie heeft die game waarschijnlijk gespeeld, maar Call of Duty World of War. In Call of Duty World of War, dat is dus Call of Duty 5, dan had je enorm veel levens. En dan was het gewoon zo, als jij in je rug geschoten werd, had je gewoon de kans om weg te springen. Je kon gewoon turn-ons doen, je kon die enemies gewoon koud ownen. En dat vond ik persoonlijk beter, want daardoor kon je ook gewoon goed onderscheid maken tussen de noobs en de pros. Want in dit spel is het gewoon, je hoeft maar 2 kogels, maximaal 3 kogels raak te schieten in iemand en hij is dood. Dus het maakt niet uit of je noob bent of je bent goed. Als je noob bent en je hipfight iemand in zijn rug, dan heeft hij nog geen tijd om te draaien. En in Call of Duty World of War was het gewoon zo. Als iemand noob is, die schiet je al je rug en jij bent goed, dan doe je gewoon een dikke turn-on en jij ownt die mensen gewoon. En daarom vond ik persoonlijk Call of Duty World of War de beste Call of Duty die er tot nu toe nog steeds is. Dus hopelijk in de toekomst mag er nog ooit een Tweede Wereldoorlog game komen. Ik ben er persoonlijk bang voor, maar we blijven gewoon altijd hopen, jongens. Dat blijven we gewoon doen. In ieder geval, verder rest, een paar opties die in de game zitten die ik een beetje nutteloos vind. En dat is bijvoorbeeld de lean optie. Nou, er is dus een lean optie en dat is als jij dicht bij een muur staat. Dan zie je zo'n pijltje staan en dan ga je 1 bijvoorbeeld. Je drukt op L1 op de PlayStation. En dan ga je om die hoek hangen. En persoonlijk, ik heb het misschien 2 keer geprobeerd. En allebei de keren heeft het gewoon helemaal geen nut gehad. En ik heb ook gewoon meer gehad dat ik juist genaaid werd doordat die optie erin zat. Dus je gaat achter cover staan, je wilt gewoon eventjes cover nemen.
Maar ja, persoonlijk, ik wil zeg maar aimend om de hoek komen als ik weet dat er iemand is. Ik ga niet eerst om de hoek staan en dan ga ik pas aimen. Dat is gewoon stom. Maar als je dat doet, dan ga je leanen. En als je leant, dan ja, dat werkt allemaal net iets anders, weet je wel. Dat is super irritant. En ik ben er dus ook gewoon vaak door dood gegaan. Ik ben in ieder geval vaker aan dood gegaan dan dat het me heeft geholpen, die lean optie. En verder rest was er ook een glitch, dat als je leende, dat mensen jou niet eens konden zien, dat je onzichtbaar was. Dat is op de release, is er al gepatcht. Maar ik bedoel, zulke dingen, dat moet eigenlijk niet kunnen. Dus, en dat we het toch over de release hebben, ook iets heel leuks. Het was al zo dat voor de release, voor de officiële release, was er ook al een soort van prestige hack of een level hack. Dus er waren al mensen die konden al levels hacken. En dat vind ik sowieso ook al heel erg knap, dat dat allemaal al voor de release van de game kan gebeuren. En wat ik nou ook zeg, bijvoorbeeld de hacken, ja, dat kunnen ze misschien patchen, weet je wel. Dat is dan niet het grootste probleem. Die lean optie, dat is nutteloos, maar ik bedoel, dat is ook geen probleem. Maar er zijn wel een paar dingen waar ik wel een probleem vond. En een van de eerste dingen, of in ieder geval eerste dingen, twee dingen eigenlijk, want health vond ik een beetje een probleem. Maar daar denk ik dat we wel aan wennen. Maar wat ik irritant vind aan het spel, is dat de spawns weer verschrikkelijk zijn. En het is toch grappig eigenlijk. Iedere nieuwe Call of Duty krijgt steeds slechtere spawns. En in dit spel is het denk ik wel echt het toppunt. Want als jij hier in deze game in iemand zijn spawn aimt, dan spawnt hij er niet. Maar als jij bijvoorbeeld recht tegen een paal, dat is bijvoorbeeld net een paal recht voor je neus staat, en jij aimt tegen die paal aan, dan spawnen er gewoon enemies achter die paal. Dus dan aim je even, dan wacht je en dan kom je achter die paal tevoorschijn en dan kun je gewoon die enemies constant zo blijven killen. Je kunt gewoon zo constant blijven spawn killen, als je maar niet direct in de spawn aimt. En dat is gewoon super slecht en je hoeft 1 seconde niet naar links te kijken. En dan kan er gewoon links iemand spawnen. En ja, ik vind het raar. Het is gewoon iedere Call of Duty steeds slechter. Als je denkt dat het bij Black Ops 2 slecht is, dan moet je Call of Duty Ghost gaan spelen. Want de Call of Duty Ghost is het weer net een tikje slechter. En dan ook nog in combinatie met het feit dat je heel weinig levens hebt. Dan is het natuurlijk uber irritant. En dat is ook de reden waarom het gewoon moeilijker is om die campstrikes te halen. Want ik had ook al Twitter gelezen dat mensen het moeilijker vonden. En het is in principe moeilijker, omdat je gewoon sneller dood bent. En de spawns zijn weer iets irritanter. En het volgende, en dat is natuurlijk de hond. De guard dog. Nou, dat was de eerste frustratie die ik had. Ik had de game 2 dagen voor de release bij een maat van mij gespeeld. Of 3 dagen, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, de eerste 3 keer of zo, waardoor ik echt gewoon genaaid werd, was al gelijk door die guard dog. En toen wist ik eigenlijk al dat het feest zou zijn, dus dat ik het spel zou hebben. En het is ook gewoon zo. Iedere keer als je op een klein beetje op een streak gaat, ga je dood door die guard dog. En ik vind dat ze daar iets aan moeten doen, want die guard dog is best wel OP. Helemaal in het begin van de match heb je kunnen zien dat ik op zo'n guard dog schoot. En die dingen hebben gewoon meer health als enemies. Dat vind ik ten eerste al zo onlogisch. Dat de honden hebben meer levens dan ook echt een enemy. Dus dat is heel raar. Verder rest kun je er niks aan doen aan die honden. Als ze op je afkomen rennen en ze springen, ben je gelijk fucked. Je kunt ze op hun schieten, maar ze hebben meer levens. Dus je krijgt ze niet snel dood. Ze springen het ook nog super ver. En het is een insta-kill, zeg maar. Dus als je eenmaal raken, je kunt niet meer counter op een of andere manier. Je bent gewoon gelijk dood. En het ergste van alles is nog, ze lopen altijd precies achter hun baasjes, noem ik het maar zo. En dat wil dus zeggen, dan loopt er een enemy, dan schiet je die enemy af. En persoonlijk, ja, als je een paar keer enemy hebt afgeschoten, dan weet je ongeveer wanneer ze dood zijn. Dus als ik iemand afschiet, dan ga ik meestal gelijk laden. Dat is gewoon een beetje automatisme. Alleen dan komt er gelijk die hond achteraan lopen. Die zie je dan niet, of die komt net om de hoek en dan ben je gelijk dood. En daar moeten ze echt iets aan doen. Die dingen moeten ze zeker zwakker maken. Of gewoon een optie dat je die dingen kan counteren. Maar ik hoop dat dat sowieso in de toekomst nog komt. Verder rest EOD. Ik weet niet of jullie weten wat EOD is, maar er zijn een soort van... ja, ik noem het gewoon een C4 2.0. En dat komt omdat er eigenlijk een soort van C4's zijn die automatisch afgaan als je er overheen loopt. En ik vind het gewoon super irritante dingen. Je ziet ze totaal niet liggen. En ik snap ook niet wat die mensen bezielt om zulke dingen ook weer in het spel te stoppen. En er zijn allemaal kleine frustraties die hebben we ook in elke Call of Duty gezien. Maar verder rest zijn er natuurlijk ook enorm veel pluspunten. En nou heb ik eventjes zitten klagen. Nou kom ik eventjes op de pluspunten terecht natuurlijk. En als eerste is het gewoon dat het gewoon weer super soepel speelt. Dus het speelt weer... eigenlijk nog soepeler dan Modern Warfare 3. Ik wou zeggen, het speelt hetzelfde als Modern Warfare 3, maar het is nog veel soepeler zelfs. En dat is natuurlijk een groot voordeel. Alleen, het nadeel was dan dat het natuurlijk net iets sneller doodgaat dan in Modern Warfare 3. Maar over het algemeen, het speelt dus veel soepeler. Dat is gewoon fucking nice. Verder rest vind ik dat de Assault Rifles over het algemeen ook echt best wel goed gebalanceerd zijn. En dat hebben we ook niet zoveel gezien in Call of Duty. Meestal zijn er altijd wel een paar wapens die OP zijn. En het kan ook zijn dat tot nu toe ook nog niet iedereen alle wapens zeg maar heeft geprobeerd. Het kan goed zijn dat over een maandje iedereen alleen maar met hetzelfde wapen speelt. Dus dan moeten we nog even afwachten. Maar tot nu toe vind ik dat de wapens redelijk goed gebalanceerd zijn. En verder rest vind ik het super fijn dat er weer Specialist in zit. Ook in deze match had ik weer Specialist. En een Specialist is dus dat jij streaks haalt. En als je die streak haalt krijg je een extra perk. En
Ja, dan kun je verschillende perks instellen. Als je dan bijvoorbeeld 12 gunstelijke hebt, dan krijg je bijvoorbeeld heel veel perks tegelijkertijd. En noem maar op, een beetje moeilijk uit te leggen, want je kunt ze nou zelf samenstellen. Dus dat vond ik in ieder geval super nice dat die specialist terug is. Want dat was wel iets wat ik echt miste in Call of Duty Black Ops 2. En voor de rest, ja, de game speelt gewoon op zich wel netjes. Het ziet er op zich ook gewoon goed uit. Wel vond ik het raar dat er geen dedicated servers in zaten. Want er werd allemaal geroepen van, er zitten dedicated servers in. En die zitten erin, maar niet in de current gen. Dus die komen alleen in de Xbox One versie en de PlayStation 4 versie. En volgens mij standaard altijd bij de PC versie. Dus daar moeten we nog even op wachten. En voor de rest, ja, de game speelt wel lekker natuurlijk. Het is gewoon weer een Call of Duty, want heel veel mensen blijven klagen. Ook ik heb weer deze video genoeg geklaagd. Maar waarom kopen we eigenlijk Call of Duty? Het is gewoon constant hetzelfde, maar het is gewoon... Het pakt je zo makkelijk op en we zijn gewoon eventjes toe aan iets nieuws. Anders zou je gewoon constant Black Ops 2 blijven spelen. Maar we zijn gewoon toe aan iets nieuws. En een nieuwe Call of Duty brengt gewoon net weer dat nieuwe wat we willen. En als je gewoon klaar bent met Black Ops 2, dan is Call of Duty Ghosts op zich gewoon een logische opvolger. Het is wel weer van hetzelfde. Maar het is toch weer net iets nieuwer en leuker. En je zult je waarschijnlijk toch wel weer een halfjaartje mee vermaken waarschijnlijk. In ieder geval één ding waar ik me echt heel erg aan erger in Call of Duty. En dan heb ik het niet speciaal over Call of the Ghost, maar heb ik het over de volledige franchise. En dat is dat ze constant dingen verwijderen die ze van tevoren juist heel goed hebben gedaan. En een paar dingen zijn bijvoorbeeld game modes. Als je kijkt naar Call of Duty, dan hebben ze bijvoorbeeld... Bij Black Ops 2 hebben ze een game mode toegevoegd, dat was Hardpoint. Heel veel mensen vonden het superleuk. En dan doen ze bij de volgende Call of Duty gaan ze geen Hardpoint meer in stoppen. Ik snap dat niet, waarom ze dat niet doen. Verder is ook Search and Destroy en Capture the Flag hebben ze aangepast. Dan gaan ze alleen de aangepaste versie in de game stoppen. Ik zou zeggen, doe er gewoon allemaal game modes. Doe gewoon meer game modes erin. Waarom zou je game modes weghalen en aanpassen? Ik zou zeggen, doe er gewoon 10 extra in of zo. Ik bedoel, waarom verwijderen? Vind ik een beetje raar. En het allerergste van alles, dat vind ik dat er geen League Play in zit. En ik weet dat er een Clan vs Clan mode in zit. Dat moet in principe gelijk zijn aan League Play. Alleen ik had gehoord dat daar geen officiële MLG settings in zijn. Dus die settings die daarbij zijn een beetje onzin. Waardoor het eigenlijk nog steeds geen League Play is. En ik hoop dat ze dat nog gaan aanpassen. Of dat het mogelijk is om dat te switchen of verschillende playlists voor zijn. In ieder geval, ik vind het raar dat ze games maken. Vervolgens heel goede verbeteringen doen. En dat ze dan een nieuwe Call of Duty maken en die verbeteringen niet doorvoeren. En ik snap wel dat ze dat hebben, omdat het natuurlijk twee verschillende studio's zijn. Bijvoorbeeld Black Ops 2 is gemaakt van Treyarch. En Call of the Ghost is gemaakt van Infinity Ward. Het zijn twee verschillende studio's. Die werken natuurlijk niet altijd samen. Maar als je merkt dat bijvoorbeeld in Black Ops 2 bepaalde dingen heel goed werken. Waarom zou je dat dan niet gewoon overnemen naar Call of the Ghost? Dat vind ik een beetje onzin. En dat was eigenlijk alles wat ik een beetje te vertellen heb over Call of the Ghost. Dus mocht je gewoon Call of the leuk vinden. En mocht je gewoon veel plezier hebben beleefd aan Call of the Black Ops 2. En je bent een beetje klaar met de game, weet je wel, na een tijdje, dan heb je toch zin in iets nieuws. En dan zou Call of the Ghost op zich wel een logische opvolger zijn. En ik denk dat je dan wel waar voor je geld hebt. Het is niet dat het een slechte game is. Alleen heel veel mensen zijn dan gelijk geneigd om op deze game te gaan haten. Maar ik vind het op zich wel goed. Er zijn gewoon wat dingetjes die gepatcht moeten worden. Maar ik denk dat wel gefixt wordt, vooral ook met die mappen dat die veel te groot zijn. Er zullen wel DLC-mappen uitkomen die daar gewoon veel beter zullen zijn. En daar zullen we gewoon allemaal op wachten. Maar in ieder geval... Dat was de gameplay. Ik hoop dat jullie de gameplay leuk vonden, want daar zit er volgens mij alweer eventjes op. Dus ik kijk wel hoe ik dit opvul. Maar in ieder geval, als je de gameplay leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. En laat ook alsjeblieft in de comments achter wat jullie nou van Call of Duty Ghost vinden. En zet er alsjeblieft ook bij waarom en hoe en wat. Want je kunt wel zeggen van, ja, de game is kut. En dan zeg je erbij van, ik kan geen scores halen. Ja, dat is natuurlijk geen logische reden. Zeg er gewoon een goede reden bij waarom vind je het niet goed. Komt omdat je gewoon zo snel dood bent of... Weet je wel, probeer het een beetje te onderbouwen. En dan ben ik benieuwd. Nog één belangrijk ding, bijna vergeten. En dat is, ik kan op het moment niet reageren op de comments. En hebben jullie misschien wel gemerkt. Want normaal gezien reageer ik eigenlijk op 90% van alle comments die ik krijg. En de laatste paar dagen heb ik dat niet meer gedaan. En dan komt dat Google heeft een of andere rare update gedaan of zo voor YouTube. Want YouTube is van Google. En waardoor je Google account moet linken met YouTube. Maar als je dat doet, dan loopt alles in de soep. Dan werkt het helemaal voor geen meter meer. En dat wil ik dus eigenlijk in principe niet doen. Want als ik dat doe, dan kom ik nooit meer op mijn YouTube kanaal terecht. Dat had ik laatst heb ik dan een keer gedaan. Toen kon ik mijn kanaal niet meer vinden. Want ik had ineens 5 verschillende accounts aangemaakt. Op een of andere wonderlijke wijze en zo. En geen één was mijn echte YouTube account. Misschien een beetje raar om dit te volgen. Maar het komt er in ieder geval op neer. Google heeft het weer verneukt. En daar komt het gewoon neer. En daardoor kan ik eventjes geen comments plaatsen. Dus als jullie vragen hebben...
dan kan ik ze niet direct beantwoorden. Dus ik zou zeggen, ga anders even naar mijn Facebook of Twitter toe. En ga daar de vragen stellen. En dan probeer ik daar jullie te voorzien van antwoorden. En in ieder geval, dit was de video. Volgens mij best lange video. Normaal maak ik nooit zo lange video's. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat een like achter. En tot de volgende keer. Houden we. Trinity rocket inbound. Guard dog killed in action.